Mijn naam is Peter Timmermans. Ik heb samen met mijn vrouw een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder, 86 hectare. Wij telen tafelaardappels en pootaardappels in een rotatie van 1 op 3. En de rest van de gewassen is 1 op 6. En dan is suikerbiet, zaaiuien, witlof en tarwe. Ik heb 3 cellen gebouwd. 1 schuur met 3 cellen, 2 mechanisch gekoeld met een zuigwand. En 1 cel is niet mechanisch gekoeld en die is voorbereid voor uien. Daar kunnen ook uien in eventueel. Maar in principe heb ik gebouwd voor pootgoed en tafelaardappels. Ik heb voor 1080 kisten gebouwd dan heb ik ook nog 1000 ton uien los en 1000 ton aardappels los ongeveer. Er stond een kleine bioloods van 10 bij 20 ongeveer, maar die was veel te laag en daar kon ik eigenlijk niet echt mee te voeten. Bovendien had ik geen kistenbewaring, ik kon niet geforceerd drogen. Ik liet mijn aardappels buiten aan de klamp drogen, zeg maar, een zeiltje eroverheen. Dat gaat wel, maar je hebt het niet in de hand. En dan, als ze dan droog staan, dan zet je ze binnen. En daarna kun je wel wat geforceerd er langs draaien, maar ja, het was niet optimaal. En het kon gewoon beter. En ik merk van het jaar ook wel dat de kwaliteit van de aardappels is gewoon beter. Je hebt gewoon minder drukplekken, minder verlies. Ik wilde in principe bouwen voor mijn pootaardappels. Maar omdat ik, als je tussenbouwt, dan is het altijd lastig hoeveel ruimte je precies exact hebt. En je moet, omdat ik ga zuigen, en dan moet je een bepaalde zuigbreedte houden. Omdat wij op de oude schuur door konden bouwen met de spanten, hield ik 50 centimeter extra ruimte over. En dat konden we dan toch weer benutten. Om een extra uiencel erin te maken, want die heeft een breder zuigpad nodig. Dat is dan een beetje een geluk dat ik op de oude spanten door kon bouwen. Anders hadden het alleen maar, dan had ik alleen maar voor aardappels kunnen bouwen, zeg maar. Ik werk vrij intensief samen met een collega en die heeft een aantal jaren geleden een schuur gebouwd. Die had goede ervaring met DLV. Bouwen doe je één keer in de... ik heb ooit een keer eerder, 15 jaar geleden, een schuur gebouwd en nu weer. Dus dat doe je gewoon zo weinig. Ik vind dat je daar te weinig verstand van hebt om daar blindelings op te varen. En dan, als ik iets bouw, dan bouw je dat voor de toekomst. Dan moet je niet over 2 jaar denken van, god, had ik dat nou maar anders gedaan. Dus dan, goede begeleiding vind ik wel, dat is zijn geld wel waard. Hoe zie ik de toekomst voor me? Ja, nou, ik heb een zoon, die is weliswaar nog maar 16. Maar goed, die heeft toch aangegeven dat hij opvolger wil worden. Dat is ook een beetje de reden dat ik denk van, ja, nou, dan wil ik nog één keer, deze schuur bouw ik nog één keer voor mezelf, zeg maar. Dan moeten we over een jaar of wat maar eens verder kijken. We willen wel proberen nog wat in grond te groeien. En dan samen met de collega, zeg maar, het bedrijf rond blijven zetten. Want die samenwerking die loopt gewoon hartstikke goed. Je moet toch mee blijven doen, denk ik. Wil jij over 20 jaar nog goed boer zijn? Of tenminste, groot genoeg zijn om een boterham te verdienen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Wij houden 16 januari een open dag voor alle belangstellende collega's en belangstellenden om de schuur te laten zien hoe die geworden is. Niet zozeer dat hij zeer bijzonder uniek is, alleen hij is tussengebouwd en die gaat bij collega's kijken. Dan is het ook wel leuk als je jezelf een keer wat kan laten zien.